Winstig Gerstanovic veroorzaakte een schokgolf in de mediawereld toen Rolf Jan Duin, bekend van het parool, zijn ontzetting uitte over de verschijning van de eens zoveelbelovende presentator bij Show News. Ooit een idool voor Duin, leek Gerstanovic, nu 47 jaar oud, op weg naar grotere roem, in de schaduw van mediaticoon John de Mol. Maar nu, terugkerend als presentator van Show News deze zomer, lijkt hij ver verwijderd van zijn gloriejaren. Duin, lang geleden vol bewondering voor Gers Tannowitz, herinnert zich een tijd waarin hij droomde van een leven als de jonge, knappe presentator, een jonge versie van Reinoud Oerlemans, die snel multimiljonair werd. Maar zoals de jaren verstreken, vervaagde zijn afgunst. Gers Tannowitz, eens bewonderd om zijn uitstraling en connecties, werd geleidelijk door Duin gezien als een man zonder scherpe randen, zonder uitgesproken karakter of humor. Het hoogtepunt van teleurstelling kwam met de beschuldigingen van een omstreden handel in bomen, wat voor Duin de laatste druppel was. Toen hij Gerst Tanowitz deze week zag bij SBS 6 Show News, was het een schok om te zien hoe uitgeblust de eens zo flamboyante presentator eruit zag. De glamour van zijn wannehavensjaren, waarin hij met bravoure door de stad scheurde in een knalgele Audi TT, was volledig vervaagd. Voor Duin, die ooit afgunstig keek naar Gerst Tanowitz, heeft plaatsgemaakt voor een gevoel van mild medelijden. De zeebel van bewondering is definitief doorgeprikt.